Hey mensen, Mark hier. En vandaag gaan we iets doen wat heel veel YouTubers vaak claimen en vaak slaat het nergens op. Maar er zit dit keer wel een keer van waarheid in. Namelijk alles opgeven wat ik heb voor daadwerkelijk een SBC. Waarvan ik denk: holy shit, ik kan niet wachten! Ik wil niet voorzichtig zijn. Wachten tot de prijs daalt. Deze moeten we hebben. Welkom een duimpje omhoog op deze video. Als deze video 500 likes staat 24 uur. Dan hebben we morgen weer een nieuwe video. Onlokken we waarschijnlijk weer een nieuwe speler voor een gigantisch superteam. En aangezien ik nog Wikid League alles moet spelen. Uh, want ik heb playoffs gedaan op stream. Uh, ik denk dat ik live ga spelen tot rank 5. Want dan kan ik stream combineren met Wicked League. Want anders ga ik het qua tijd echt nooit redden. Dus uh, Het wordt rank 6 of rank 5. Want ik bedoel, als je, als je kijkt, dan kijk je en dan weet je. Ik ben live niet goed. Like, ik ben makkelijk te irriteren. Uh, maar wij gaan Neymar voltooien. Absoluut. Ik hoop dat de thumbnail gewaardeerd wordt. Ik vind dit echt een heel leuke thumbnail. Het idee kwam in me op. En ik heb een heel getalenteerde designer. Uh, die mijn thumbnails maakt. Dus ik had zoiets van, oké, okay, we gaan dit proberen. We kunnen heel wat squats gelukkig al doen. Uh, de laagste rated is de Paris Saint-Germain squat. Ja, ik leef hier mijn icons in en andere kaarten. Uh, want Neymar is de kaart, weet je wel? Dat is de man, de mythe, de legende. Die moeten wij hebben. Nou, ik durf met zekerheid te zeggen dat als die kaart niet goed is... Dan weet ik het simpelweg ook niet meer. Weet je wel? Het is zo'n bizarre kaart. Dat we moeten voltooien. We doen ook de 92 squad. Hier lever ik eigenlijk elke 92 kaarten die ik heb. Uh, en 291, 91, zoals je kunt zien. Volgens mij kan ik hier alles van missen. Die, die twee kaarten staan op de bank. Dus dat is niet het einde van de wereld. We krijgen nog steeds shitpacks. Like, het zijn 92 graded squad En wij krijgen megapacks. Laat dat even tot je inzikken. 91 is daadwerkelijk bijna alleen maar 91's. Um, ik, ik heb een Kijk, dat is het nadeel. Ik heb heel veel squads zo goed als klaar staan. Dus het is een beetje gokken van, oké, okay, wat heb ik wel ingeleverd en wat niet. Dus ik, ik gooi nu gewoon een special card erbij. En hopelijk zit die niet al ergens in een andere squad. En ik moet zeggen, um, het kan me ook niet echt meer schelen wat waarin zit. Dus um, ik weet zeker dat Mata nog nergens in zit. Dit is 100% overkill. Maar het, het boeit me ook echt helemaal niks meer. Like, ik wil voor die laatste paar weken een super team hebben. En ik weet dat we nog Saint-Maximin hebben. Ik weet dat wij nog uh, Ousman... Althans, ik hoop het toch wel echt. Dat we Ousman gaan krijgen. Dus we gaan er gewoon voor. We leveren alles in. Ik weet dat dit gigantisch stupid is. En dat je zegt, ah, je hebt 1.7 miljoen coins. Waarom lever je dit in? Want we krijgen nog Ousman. Denk ik. We, we hebben nog zijn Maxime. Misschien krijgen we nog wel meer. God mag het weten. Ik ben niet gelovig. Maar ik geloof wel in Gabriel Jesus. Uh, 90 squats hebben we ook klaarstaan. Kijk, like, alles wat ik heb. Al die kleine, kleine beetjes leveren wij in. En al de packs die we nog gaan openen. Gaan richting Neymar. Het enige wat tricky wordt. Is bijvoorbeeld de squats voor Birthday birthdaykaart. Er zijn er een paar van. En de meeste zijn extinct. Dus je moet ze packen uh, en anders heb je gewoon dikke vette pech. Het is packen of snipen. Dat, is, uh, dat zijn je twee opties. Anders moet je lekker janken en wachten tot je ze gewoon wel, wel krijgt. Want er is daadwerkelijk geen andere optie. Nog een 90 graded squad. Uh, hier gaan we La kaarten vooral en Ik heb nog meer. Ik heb echt nog wel meer om in te leveren. En dat gaan we ook zeker doen. Uh, maar ik had zoiets van: oké, okay, we doen eerst die squad. Ik bespaar met wat ik nu al gedaan heb, zo'n ruime 1 miljoen. Hier gaan mijn icons in. De icons die ik niet meer gebruik. Dus ja, ook Prime Poeskast. Want ja, zie je mij boeien, weet je wel. Ik gebruik hem niet eens meer. Zelfs zijn Moments zou ik niet eens gebruiken. Dus ja, waarom zou ik hem dan wel bewaren? Um, en dan hebben wij nog die, die Paris Squad. Had ik die net ingeleverd? Ja, die had ik net ingeleverd. Dus zoals je nu kunt zien, hebben wij 8 van de 16 squads voor Neymar gedaan. We hebben ook al 4 van de team van Saint-Maximin. Uh, het enige wat ik achteraf had gehoopt is dat ik had gewacht met het team van de season. En voor het birthday. En de shapeshifters. Wat die had ik dus uh, goed kunnen gebruiken bij Neymar. Over shapeshifters gesproken. Ik zou er daar nog wel eens een paar van kunnen hebben. Dus dan kunnen we die misschien wel doen. En ik geef toch niks meer om, om ratings en wat dan ook. Dus heb ik nog. Ik heb nog. Ik heb er meer dan genoeg. Dan doen we deze ook gelijk. Uh, Philippe. Maurice niet, want die zit in mijn Franse League-team. Hup, erin. Erin. Allemaal erin. Um, dat, dat is het, please. Oh ja, oké. Okay, Philippe ook. Cool. Hazard uh, zit tijdelijk in mijn team. Als een tijdelijk. Ik ga neem maar deze video ontlokken. Uh, dus hij zit er helemaal niet meer in straks. Maar het gaat toen met idee. Dus die leveren we ook in. Daar snoepen we ook weer denk ik. Nou ja, het zijn vijf kaarten. Dus. Uh... Ik denk, ik denk toch wel 80k ervan af. 100k misschien. Ik heb geen idee hoe die kaarten per stuk zijn. Maar goed, 9 van de 16. We hebben ook gelukkig packs. We hebben meegedaan aan alle content. Dat blijven we natuurlijk doen. Dus we hebben player packs. Uh, ik heb 2 dagen op rij. 8 wins in die cup. Dus we gaan hem in 4 dagen waarschijnlijk halen. Nou, helemaal vrede mee natuurlijk. Ik bedoel, ik speelde de potten live. Dus ik ben best wel trots op mezelf dat ik 8 wins haalde van de 10. Uh, 92. Prima natuurlijk. Uh, alles. Want omdat we dus zoveel squads doen. Heel veel verliezen we qua spelers. Ehm. Um, Swift is het hoogste. Dat is de Lukaku heeft wel gescoord trouwens op zijn return voor Inter. En Werner scoorde op zijn return bij Leipzig. Dat is helemaal top. Kijk. Super. 5, 85 player pick. En dan 86 Donnarumma natuurlijk. En dan hier nog... Prima. Helemaal welkom. Dat is weer een squad zometeen. 85 plus keer 5. Laat het maar zien. Weet je wel. Uh, alles is welkom. Vooral Gold Rares gaan we nodig hebben. Want ik hoef niet meer echt idioot hoge squads. Dus dit soort dingen is kost dat is 90 als piek, dus dat is zonde. En daarna Tyranny... Oh, en een Cordoba. <laughs> Lekker zeg. Oké, okay, dus ik, ik, had, ik zag een comment laatst dat als ik deze doe, dan telt die andere Cordoba ook mee als nieuwst. Dus dan doe ik die vijf kaarten in een squad. En dan doen we die ook even. Alright, 89 rated, 40 chemistry in totaal weer. Dus, we dus die vijf kaarten die we net hebben gekregen, hebben we gelijk weer ingeleverd. Weer een 89 squad eraf gesnoept. Uh, het, het is heel lelijk wat we nu aan het doen zijn qua inleveren. Maar goed, het telt allemaal mee, dus... We klikken hierop, krijgen we weer vijf kaarten terug. Waaronder dus een 97 Nee, nou, Sorry, één kaart terug. Waaronder een, 7, van, van een 97 plaat. Nederlands is een van de lastigste talen ter wereld. Zeker tijdens het opnemen van de video. 85 plus keer 5 dan nog een keer. Deze komt ook van de cup geloof ik. Deze is voor, weet ik veel, 10 wins of zo. The team of the season wie? Suarez? Zeker weten. Nee, een grapje. Núñez. Die uitstekend begon is in de Premier League voorlopig. Al moet hij nog met Liverpool vandaag. Kijk. Deze vijf mannen, prima, doen we weer een squad. Oké, okay, 89 rated, 41 chemistry, weer een squadje eraf. En zo moet ik er opeens nog maar een paar. Het enige wat ik zou moeten snijpen is zo meteen wat fud birthday kaarten. Tenzij we het geluk krijgen dat we die packen. Uh, ik open een 45k pack nu, wat niet de bedoeling is per se, maar een special card. Nee, gewone borden. Uh, ik weet niet eens welke het was, ik kon het net niet zien. Prima, heb ik allemaal niet. Uh, de rest kan mij gestolen worden. Ik ben toch niet upgraded, dus specifiek is en een grinder. Dat komt maandag wel weer. Uh, en dan een 85 keer 10. Deze jongen uh, gaat me sowieso twee squads geven. Misschien, ja, denk het wel eigenlijk. Team of the season wie? Laat het zeggen. Allemaal. Prima. Heb ik ingeleverd. Kunnen we dus hebben. Uh, helemaal niet. Wat is de rest though? Nou, 294. 392. Twee, twee fud birthdays. Dat is welkom. Uh, dat scheelt mij het snipen. Prima. Uh, ja, we doen hier nog wel. Sowieso één squad mee, zoals je gaat zien. right, 88 squad, 48 chemistry. Weer er eentje af. Um, vrij makkelijk te doen. Uiteindelijk dus gewoon. Hey, ja, het gaat wel lekker zo. Alleen die special cards moet ik zo meteen even hebben. En dat zou op zich te doen moeten zijn. 45k Peggy. Gooi je er even bij. Is tradable natuurlijk. Dus kan geen kwaad om dit mee te pakken. Lage workout. Uh, Belgisch uh, kasteels, is dus dat natuurlijk. Prima. Welkom zelfs. Prima. Uh, wat, je, wat je ziet, ik heb ze allemaal niet natuurlijk. Dus alles. Komt er lekker bij. Ik moet zeggen, tijdens het streamen had ik een ventilator aan. Die heb ik nu niet aan, omdat je hem toch licht hoort. Ik moet zeggen, ik zweek me dood zonder dat ding aan. Uh, wat nog meer? Mega pack, tradable. En daarna die laatste paar squatters voor een jagen. Uh, team of the Season, wie? Ivoriaans. Uh, Zaha, prima. 92, mooie rating om mee te pakken. Uh, verder niks. Niet het einde van de wereld, though. Uh, dan ga ik even nog wat squads doen, want ik, ik, ik moet er niet veel meer. Like, ik kan er niet veel meer. Zet hier nog goede packs bij. Team of the Season uit zo'n rare mix. Uh, Kost Prima. 90 graded. Laat maar weer in de club komen. Uh, verder niks heel spannends. Twee servers die ik kan missen. Waarschijnlijk hebben ze waarde op dit moment. Begrijp me niet verkeerd. Ik snap het. Ik volg het. Maar dat is niet waar ik op dit moment op uit ben. Ik wil simpelweg wat kaarten om squads te voltooien. Om niet moeilijk te doen. Uh, yo, wie is Mengs? Jammer. De Uncaptain's kaart, dat is wel nodig. Want daar heb ik er dus ook nog niet echt wat van. Dus prima. Uh, gaan we dat even doen? Want als ik nu dus kijk, ik moet nog vier squads. En dat zijn de special cards, basically. Uh, dus de... Oh, Fit Birthdays zijn er twee. Super, super welkom. Dan kunnen we die dus sowieso wel doen. Uh, dat zijn de twee Fit Birthdays. Kunnen we die ook weer kwijt zijn? Dat scheelt weer een paar coins. Niet dat ik het nodig heb, maar je weet wat er nog komt qua content. Dus we hebben alles nodig. Drie captains. Dat is dus tricky. Ik heb dan Jory. En nog twee andere. fut Captains. Ik heb er twee. Ik heb alleen nog Minx. Uh, dan moet ik er daar dus twee van kopen zo. En uh, Team of the Season kan wel. Het enige ding is dat ik dan wat hoge kaarten inlever. Maar ja goed. Wat we ook al met die andere squads zeiden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat mensen uitmaakt. Dus wij gaan dat inderdaad gewoon doen. Uh, ik zet hem natuurlijk wel van laag naar hoog. Krijg ik weliswaar eerst leenkaarten. Dus Cody, Cody iets kan erin. Saka, zoveel als ik van hem hou, mag erin. Um, Balatelli en Trent allebei, want die gebruik ik allebei niet, dus waarom ook niet. Uh, en dan nog die Zaha en Terrier. En dan is dat dus die squad gedaan. Gaan we lekker. Ik wil even lieve God en Vader in de hemel bedanken. Uh, dat Fud nee, Captain kaarten aanzienlijk goedkoper zijn dan die Fantasy Upgrade kaarten. Want die upgrade kaarten kosten nou, minimaal 55k per stuk. Tenzij je sniped. Maar goed, hey, ik heb wel moeite met Nederlands. Snipen op dit moment gaat hem dus sowieso niet worden. Maar we hebben nog een AOR weten te fixen. Dat is de derde, dus daarvan. En de andere twee waren ongeveer voor dezelfde prijs gekocht, namelijk 55k. En de twee captain kaarten waren allebei eh, 25, give or take. Lijkt helemaal niks natuurlijk. Minx, packten we net. Hartstikke welkom. Vooral die twee voor birthdays waren huge. Voor wat we nodig hadden. En dan gaan we dus die twee inleveren. En dan hebben wij... En ik ben heel blij dat ik hem heb. Want het, het, een Neymar-kaart is altijd cool. Like Neymar-kaart in-game. Hij, hij is de, in het echt op twee na beste speler ter wereld. In mijn optiek. Dus, you know... Zeg maar, pu puur op alles gekeken. Dus Ultimate Futies Neymar is binnen. Kostte me <laughs> mijn lever en mijn ziel en mijn persoonlijkheid. Voor zover ik die had. Maar we hebben hem wel. Ik ga niet eerst animatie skippen. Like. Ik ga het accepteren. Ik ga het inhaleren. Deze kaart gaat idioot goed zijn. Als hij dat niet is, dan weet ik het simpelweg ook niet meer. Like, uh, hij moet het zijn. Hij moet het simpelweg zijn, mensen. Als je kijkt naar de stats. 5-5, ja, man. Alles goed. Ik geef hem, denk ik... Ja, oprecht. Wat geef je die kaart? Uh, ik denk... Deadeye, dan toch of zo? Kijk oprecht. Wat, wat geef je hem? Finesse shot, outside the shot, Flare trade. Like, hij gaat shine in mijn team. En dan hebben we natuurlijk nog zes squad voor Sam Maximin. Uh, folder packs die we nog hebben. Weekend League die nog gespeeld wordt. Um, dit zou mijn team worden, want Bill als rechtsmid is een drama. En Leao is al helemaal ruk. Um, dit gaat nu natuurlijk sowieso veranderen. Dus wat ik ga doen is. Uh, hier komt Amavi. Gebruik ik in mijn Franse team. Erg, erg goede kaart, kan ik je vertellen. Neymar komt hier. Ja, dat is natuurlijk al een wereldse kaart. Uh, centerbacks moet dan ook een ander worden. Ja, dat is dan een beetje een tricky. Wie ik daar wil hebben. Weet je wat? Fuck it. We gaan gewoon een maken, team maken. Dit, gebruiken dit weekend. Boeit mij toch allemaal niet echt meer. Uh, oh nee, wacht wat. Het moet een team zijn dat 4-4-2 speelt. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik maak dit team nog wel af. Ik bedank jullie voor het kijken. Want deze video duurt al veel te lang. En ik zie jullie later. Joe